www.deboodschap.today. Directeur Glomak spreekt aantijgingen aan adres First Lady tegen. Met de First Lady heb ik nooit gesproken over diamanten. Wel over mijn bedrijf, maar over diamant specifiek niet. Zo reageert Claudia Griffith, directeur van het diamantopkoopbedrijf Glomak NV, op aantijgingen die recentelijk door Dini Blokland in een video op social media aan het adres van presidentsvrouwe Ingrid Bouterse-Waldering zijn gedaan. Volgens Blokland zou de First Lady de hand hebben gehad in een roofoverval op Griffith, waarbij een zwarte diamant van 320 karaat ter waarde van $80 miljoen zou zijn weggenomen. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.